My name is Jelani and I'm an aspiring footballer. Mijn vader en mijn moeder zijn van Cape Verde. Ik ben opgegroeid in Cape Verde, Praia, van mijn 5 jaar tot 18. Nu woon ik hier in Portugal. Ik ben al 2 maanden hier. Ik was wel een beetje laat begonnen met voetbal. Ik was begonnen met voetbal toen ik 12 was, 13. Had ik kans om stage te gaan lopen bij Benfica, toen ik 17 was. Maar helaas had ik geblesseerd geraakt. Heel mijn familie is zeg maar prof geworden, mijn vader. Mijn oom, al mijn oom zijn prof geworden. Is gewoon iets, die staat ook gewoon ook op mijn veen. Ik voel veel pressure op mij, want soms doe ik zeg maar 100%. Ik voel dat het 100% bij mij is. Ik heb zeg maar keihard getraind, maar mijn vader is alleen maar 10%. Dus ah ja, ik moet meer geven, ik moet harder trainen. Maar voor mij is het veel, maar voor hun is gewoon zeg maar niks. Zeg maar, ik ben de zwarte schaap van de familie, want iedereen is prof gegaan en behalve ik. Nog steeds niet, ja, maar ja. Op dit moment, ik ben niet op geen club. Ik heb geen club nu. Ik was aan het denken, ja, ik wil niet meer voetballen. Ik ben klaar. Het is heel belangrijk. Niet alleen mijn vader, maar gewoon mijn familie, mijn moeder. En mijn moeder is ook altijd op mij gewoon. School. Ik zei, ja mama, ik ga het doen. Ik volg jullie sinds het begin van het jaar, man. Ik zag, dat was wel zeg maar iets leuk. Ik dacht, oh, van het begin, ja, dat is iets dat ik wou doen. En ja, toen een vriend van mij die ook een baller is. Hij zeg maar die link gestuurd naar mij. Ah, jullie komen naar Portugal. En ik zei, ja, misschien laten we gewoon gaan proberen. Als het lukt, lukt het.